Joshua, blij, misschien ook wel een beetje opgelucht dat hier 3 punten gepakt worden? Ja, zeker natuurlijk. Hadden we wel nodig na vorige week en afgelopen woensdag. Dus ja, zeker tevreden opgelucht, ja. Ja, tevreden met het resultaat. Ik vond het wel een moeizame operatie voor PSV vanavond. Ja, moeizaam. Sommige fases kwamen er moeilijk uit, maar ja, we hebben genoeg arbeid geleverd om de 3 punten binnen te halen. En ja, dat was het belangrijkste. Ja, er werd hard gewerkt. Af en toe ontbrak het aan de finesse. Ja, klopt. Ontbraken nog wel een paar andere dingetjes. Maar ja, hoe ik al net zei, we hebben veel arbeid geleverd. En dat heeft ons geholpen om de 3 punten mee te nemen. Ja, waarom is het zo'n moeizame wedstrijd geworden? Had dat ook te maken met dat die bal er maar niet in vliegt? Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook omdat we al veel wedstrijden in de benen hebben. En niet dat iedereen er doorheen zat of zo, maar ja, je merkt wel aan veel spelers dat veel wedstrijden in de benen, dat elke wedstrijd steeds moeilijker en moeilijker wordt. En dat we veel moeten uitrusten voor de volgende wedstrijd weer, die aankomende dinsdag weer staat. En dat gaat weer veel kracht kosten. Ja, en bij veel spelers ontbreekt ook de absolute topvorm, de absolute bloedvorm. Ja, dat klopt. Ja, hoe ik net al zei, ik denk dat het komt door de vele wedstrijden die we moeten veel rusten. En ja, het vereist veel energie van je. En ik denk daardoor dat je ziet bij sommige spelers dat de top van hun niet wordt bereikt. Nee. Was de druk ook een beetje opgevoerd vanwege dat puntverlies vorige week tegen Excelsior? Dat je eigenlijk op dit moment weinig kon permitteren? Ja, de druk is altijd opgevoerd bij ons. Je speelt voor PSV, je moet sowieso de 3 punten binnenhalen. En de druk is altijd hoog. Maar ja, natuurlijk, omdat we vorige week 2 punten hebben laten liggen, natuurlijk is de druk nog hoger. Ja, ik stel eigenlijk best zure vragen na een 3-1 overwinning bij een uitwedstrijd. Ja, wat moet ik daarop antwoord geven? Nee, maar ik vraag me af, hoe komen jullie uit de kleedkamer? Polonaise, we hebben 3 punten gepakt. Of toch ook een beetje van, ja, het was niet altijd best, maar goed, het resultaat vergoedt alles. Ja, natuurlijk. Het resultaat was natuurlijk onze hoofdpunt. Maar ja, we moeten nog gaan we beelden bekijken en kijken wat we nog moeten gaan verbeteren voor de volgende wedstrijden. En dinsdag Genemuiden opvreten? Ja, zeker. Natuurlijk. Naar de volgende wedstrijd weer kijken. Goed zo.